Yo iedereen, ik ben Rob van Gamers HD Movement. Dit is de eerste episode van Skyblock. Ik speel deze keer alleen, maar het kan zijn dat er nog iemand bij komt, maar dat weet ik niet zeker. We beginnen met een cobblestone generator. We krijgen 4 blocks. Dan krijgen we hier een kuiltje. We hebben lava en één blok ijs nodig, sorry. Placen, of we plaatsen het ijs. En hier de lava. En we hebben een cobblestone generator. Wood kappen zodat ik een pickaxe kan maken van hout nog en daarna een pickaxe van stone. Hier is al een oh. Shit, nee. Vang diegene wel op die ik. Oei. Ik heb die hier nog zitten. Oké, ik zal hem maar. Oké, ja, dus ik had vorige keer. Voor naar een nieuw eiland te gaan. Boompjes. Op mij gezet, zodat ik ze kon meenemen. En ik ben ze gewoon vergeten af te nemen. Maar ja. Voor de eigen veiligheid. Het is op 25 december krijg ik een capture card en daarmee kan ik dan ook mijn PlayStation scherm opnemen, dus ga ik gameplays kunnen maken over Battlefield, Call of Duty en in het voorjaar van 2014 ook over Watch Dogs. Als ik genoeg geld heb nog, ga ik ook kabeltjes, speciale kabeltjes daarmee kopen om mijn headset nog mee op te nemen. Waarschijnlijk ga ik dat wel genoeg hebben.
ga dus proberen alles van dirt te vervangen voor stone. In de volgende episode ga ik waarschijnlijk ook voten. Je kunt elke dag één keer voten en door te voten krijg je, ik denk, zoveel XP en een grasblok. Oh, water. Oké. Raar. Ik zie het al. We gaan rond de boom gaan, want daar komen nog andere boompjes en anders kunnen ze niet meer groeien. Ons hele eilandje gaat weg. Oeps. Staat het dan? Een verwoest eiland. Oh, eerst even al mijn dirt en dergelijke wegsteken. Als mensen als jullie een probleem hebben met iets, met Minecraft, met dergelijke spullen en je PlayStation of zo of je computer, je kunt mij altijd een mailtje sturen op het e-mailadres gamershd.ghd@gmail.com en dan probeer ik het u oftewel met een mailtje door te sturen, oftewel maak ik er een tutorial rond. En als dat niet lukt, dan zal ik het u via mail doorgeven dat het
dat ik het niet kan doen. Maar normaal, het zal wel lukken. Normaal gezien gaat er ook nog een episode uitkomen, maar ik weet het nog niet zeker, van Let's Play Some Minigames. Dat zijn minigames zoals Spleef, welke nog, Splack, Hide and Seek en dergelijke enzovoort. Maar dat weet ik nog niet zeker. Diegene die ik wel al zeker ben, waarvan er al een paar uit zijn, zijn Let's Build a House. Dat is eigenlijk Quick Build. Dus dan heb je ook nog Skyblock, wat ik nu mee bezig ben, en ook nog Survival Games. Dat is Hunger Games, maar alleen de meer vernieuwde versie. Je hebt er de map van Catching Fire en verschillende. Dus meestal doe ik elke episode met iemand bij, dus een vriend van mij. Sommigen niet, omdat ze dan niet kunnen, maar ja, dan moet ik het alleen doen. Misschien iets minder leuk, maar het moet ook gebeuren, hè. Anders komt er niks van. Als jullie een nog iets weten waarover dat we een seizoen, waarover dat we veel episodes kunnen maken, kunt je dat altijd in de comments zetten. En dan zorgen wij ervoor dat dat misschien waargemaakt wordt. Of misschien ook niet. Als het haalbaar is. Oké, nu ben ik eigenlijk wel mijn eiland redelijk aan het uitbreiden en mijn deur aan het wegdoen, want dat moet wel gebeuren, want elke blok is belangrijk in Skyblock, vooral wood en dirt. En met dirt kun je nog vele andere dingen doen, want een boom of een melon planten op steen, dat zie ik nog niet zo rap gebeuren, dus daarom.
Oké, nu ga ik een nog een soort, ja, dus een halve blok. Cobblestrap, dus ja. En ik plaats dat hierboven, dat is voor de eigen veiligheid. Want er kunnen nogal veel ongelukken gebeuren met. Met lava en al de rest. Dus daarom. Ik ga ook de server, het serveradres in description zetten. Dan kun je er ook op spelen en ook een skyblock maken. Er zijn ook nog verschillende andere servers. Moet maar eens opzoeken op Google Minecraft Skyblock serverlist. Dan ga je er direct een hele hoop vinden. Maar dit is wel een goede. Soms een beetje lag, zoals nu. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. En als ons eiland groot genoeg is, ga ik er een omheiningje om plaatsen. Dus kunnen we er niet afvallen en vanaf dan kunnen we onze een eigen bomenplantage en melon gaan planten. Oké, beste mensen, dat was de eerste aflevering van Skyblocks, sorry. Tot de volgende episode, de tweede dus. En vergeet ook niet te kijken naar alle andere seizoenen en episodes van Let's Build a House of Let's Play Survival Games. Of misschien de nieuwste episode die misschien nog uitkomt. Let's play some minigames. Yo, tot de volgende.